2021 toch iets anders voorgesteld dan. Wat een fantastisch feest moest worden, met enerzijds het wereldkampioenschap cyclocross en anderzijds het wereldkampioenschap op de weg, in hetzelfde jaar, in een land als België, hadden wij gehoopt op een dubbel feest. Dat zal er jammer genoeg niet van bij de start bij zijn. We moeten zonder publiek organiseren, wat wij absoluut jammer vinden. Maar toch denken wij dat we met de selecties die wij zullen bekendmaken, een hoogstaande wedstrijd naar voren kunnen brengen. Dat wij kunnen kampen met de wereldtop. En dat er toch voor de tv-kijkers een mooie wedstrijd zal kunnen zijn. Il est évident que nous avons pensé que l'année allait démarrer d'une autre façon, que 2021 devrait être une fête vraiment historique pour le cyclisme belge, avec deux championnats du monde. Malheureusement, on doit commencer avec un championnat du monde sans public, et c'est évident qu'on avait pensé cela d'une autre façon, mais on estime quand même qu'avec les sélections qu'on a, qu'on peut se battre avec le top du monde et qu'on peut avoir des épreuves sportives de haut niveau qui vont être pour les spectateurs télé une grande fête. Sven van Tournoot zal nu de selectie bekendmaken. Mochten er andere vragen ook nog zijn voor mij achterna, dan sta ik graag ter uw beschikking. Sven van Tournoot va maintenant vous présenter les sélections et vous demander où vous présentez toutes ces remarques. C'est évident qu'après, vous pouvez lui demander des questions. S'il y a des questions éventuelles pour moi, après la conférence de presse de Sven, il y a le temps. Merci beaucoup pour votre attention. Goedemiddag iedereen. Ik zal beginnen met de dames U23. De dames U23 zijn Julie Brouwers, Kiona Krabbe, Julie De Welde, Jinse Peters, Marte Truyen en Tessa Zwanepoel. Bij de jongens beloften: Anton Ferdinande, Timo Kielig, Toon van den Bos, Niels van de Putten, Emiel Verstrengen en Joran Wiseuren. Bij de dames elite: Sanne Kant, Alicia Frank, Loes Saals, Ellen van Looy, Laura Verdonschot, Karen Verheestraten en Suzanne Verhoeven. Bij de heren elite: Toon Aerts, Quinten Hermans, Eli Iserbiet, Daan Soete, Laurens Sweek, Wout van Aert, Michael van Toerenhout, Gianni Vermeers en indien Wout van Aert eindwinnaar wordt van de wereldbeker, Tim Merlier. Als er nog vragen zouden zijn voor Sven, graag handje opsteken. Nico? Goedemiddag. Ja, Sven, de belangrijkste afwezigen zijn Lotte Kopecky en Thibaut Nijs, denk ik. Kun je dat een beetje duiden? Ja, absoluut. Ik zal beginnen met Thibaut Nijs dan. Thibaut is inderdaad, staat er als reserve op. Lag in de weegschaal met een aantal andere jongens uiteraard. Maar heeft eigenlijk de voorbije weken en maanden net iets te weinig laten zien. Te onregelmatig geweest. En dan is hij, ja, dan zijn er jongens die, eigenlijk, die ik eigenlijk echt op training heb zien evolueren. De jongens waar ik mee gewerkt heb ook de laatste weken. Waarvan ik wel overtuigd ben dat ze in Oostende tot een hele mooie prestatie toe in staat zijn. Dus ik veronderstel en ik verwacht ook wel, ik neem aan dat er wel een zeker ontgoocheling zal zijn bij Thibaut. Maar ik denk dat dit wel een beetje in de lijn ligt van zijn seizoen geweest. Wat Lotte Kopecky betreft, is het zo dat Lotte uiteindelijk zelf de keuze heeft gemaakt.
Er zijn een aantal argumenten wel besproken geweest met haar. Vanuit allerlei hoeken. En uiteindelijk heeft ze eigenlijk wel zelf de knoop mogen doorhakken. En heeft ze gekozen om haar verder voor te bereiden op wat nog komen moet. En doelen die voor haar heel belangrijk zijn in 2021. En dat zijn vooral de Spelen en het WK op de weg in eigen land. Jury? Goedemiddag, dag Sven. Ik neem aan dat je het er op voorhand ook met Thibaut hebt over gehad. Hoe reageerde hij eigenlijk? Was hij begripvol? Verstond hij het? Het is vooral met de papa geweest dat ik contact heb gehad daaromtrent. Dus er was ontgoocheling. Dat was... ik denk enerzijds, als we een week teruggaan, dat ze dat wel hadden verwacht. Ze hadden misschien na Mol, waar hij op zich een vrij verdienstelijke koers rijdt, hadden ze misschien nog gehoopt op een plaatje binnen het zestal. Maar ik denk, er is net te weinig van aan zijn kant geweest om hem toch dat ticket voor de Stende te geven. Ik denk vooral de wedstrijden die hij niet heeft beëindigd, dat een beetje in zijn nadeel speelt. We moeten er ook wel voor zorgen dat andere jongens die eigenlijk ook wel hard gewerkt hebben gedurende de afgelopen maanden en ook wel elke week de beste van hunzelf gegeven hebben, mogen we ook niet uit het oog verliezen. Dus dat het moeilijk zou worden, denk ik, dat was al duidelijk. Maar nogmaals, iedereen wil daarbij zijn. En ik snap ook als er ontgoocheling heerst, dat is niet meer dan normaal. Maar goed, het is wat het is. Oké, Nico? En dan de keuze voor uw laatste plekje bij de mannen in Litten en Sven. Dat verdient ook wel een beetje duiding, denk ik. Ja, dus wie ligt er daar nog in de weegschaal? Dat is uiteraard Jens Adams en Dieter Zweek. Jens Adams heeft eigenlijk op zich twee van de drie koersen supergoed gereden met vooral Mol en dan Gullegem, waar dat hij eigenlijk zijn debuut maakte. Maar goed, het is te weinig geweest. Hij heeft te weinig twee van de drie koersen waarvan eigenlijk twee die eigenlijk het minst belangrijk waren, waar hij wel goed zijn geweest. En dan de derde koers was Belgisch kampioenschap. Ja, die niet echt goed was, denk ik. Dus het is niet dat de selectie wordt gemaakt in één koers. En al zeker niet alleen maar op het Belgisch kampioenschap. Maar het is uiteindelijk wel een serieuze waardemeter. Het is toch een serieuze test. Een selectie ga je meestal gaan behalen als je uit de kerstperiode komt. Dan krijg je bij wijze van spreken nog één kans. En dat is het Belgisch kampioenschap. En dan moet je die kans kunnen grijpen. En voor Jens is er te weinig geweest om dat te kunnen doen. Natuurlijk wel door een aantal redenen. Hij is lang oud geweest, dus heeft serieus op de sukkel geweest. En dan Dieter Zweek, die eigenlijk voor mij persoonlijk wel een hele grote stap heeft gemaakt ten opzichte van andere jaren. Hij is regelmatiger geworden. Enkel de maand december was niet wat dat moest zijn voor hem. Ik hoop dat Dieter vooral gemotiveerd blijft. Want als hem nog eens dezelfde stap kan zetten eigenlijk de komende maanden, dan kan hij volgend seizoen wel echt quasi een certitude gaan worden. Maar hij lag in de weegschaal met inderdaad nog Soete Merlier. Soete Merlier die eigenlijk wel voor mij twee belangrijke pionnen zijn, zeker in Oostende. Ik moet er geen tekening bij maken. Zijn mannen, de ene is echt wel een zandspecialist en de andere is iemand die echt op grote evenementen er altijd staat. Ik weet dat ik altijd op Tim kan rekenen, in gelijk welke situatie. Hij staat er ook altijd op een belangrijk moment. Dat heeft hem ook laten zien op het Belgisch kampioenschap. Hij heeft daar eigenlijk in Meulebeke wel zijn ticket verdiend en ook gekregen van mij. En Soet is gewoon een zandspecialist, dus die hoort ook perfect thuis in Oostende. Starten we bij de mannen met eenheid gesproken kopman, in tegenstelling tot vorig jaar? Toch wel. Ik denk, we weten allemaal met wie dat we te maken hebben. We weten allemaal dat we een serieuze tegenstander hebben. Maar goed, als we niet moesten koersen voor de overwinning of niet met die ingesteldheid, dan hoef ik hier nu ook niet te gaan zitten.
Het is wel belangrijk dat we straks de jongens allemaal weer op de lijn krijgen en dat ze gaan proberen te rijden voor het hoogst haalbare. En dat ze proberen met Wout van Aert de koers te winnen. Maar het is wel een feit dat we daaronder wel nog jongens hebben die ook uitstekend in het zand hun ding kunnen doen. Zo denk ik ook maar aan een Laurens Week bijvoorbeeld. Maar ook een Toon Aerts die groeit stilaan toe tot aan zijn topvorm. Michael van Toornhout gaat zijn seizoen van afgelopen jaar bevestigen. Dus het is een feit dat we wel met een uitgesproken kopman gaan. Maar dat we toch wel nog andere jongens hebben die in de vuurlinie staan. Ja. Jury? Het is een steeds terugkerende vraag, Sven, bij elke WK-selectie of bekendmaking daarvan. Maar op hoeveel medailles reken je eigenlijk in Oostende? Ja. Oh, dat is heel moeilijk. Ik probeer er altijd uiteraard heel positief in te zijn. En ik denk, je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat we tot 4 medailles wel in staat zijn. Maar we kunnen straks ook even goed naar huis gaan en dat we maar eentje hebben. Dus zeker gezien het feit dat we maar 4 categorieën hebben, dat zorgt er toch voor dat we iets minder enthousiast moeten zijn. Maar ik denk dat 4 medailles wel haalbaar zijn, ja. Renaat? Hey Sven, verwacht jij nu dat de Belgen zondag als een blok zullen rijden om dat extra ticket binnen te rijven voor Tim Merlier? Want ja, als wat Van Aert de Wereldbeker niet wint, dan mag Merlier op zijn kinnenbak kloppen. En ze kunnen hem natuurlijk wel helpen om top 2 te rijden daar. Ja, maar ik twijfel daar eigenlijk eerlijk gezegd niet aan. Ik denk, goed. In eerste instantie moeten ze koersen voor wat dat ze waard zijn. En er zijn er nog een aantal die wel, zeker die individueel ambitie hebben en een persoonlijke ambitie hebben om in Overijse goed te zijn. Maar ik denk, wanneer dat die wereldbekerzege echt in gevaar komt, dat de jongens gaan doen wat ze moeten doen. Ik denk, daarvoor is de appreciatie voor Wout van Aert veel te groot. Ze weten ook perfect welke rol hij speelt. Niet alleen voor ons Belgisch veldterrein, maar ook voor hun. Dus ik heb daar eigenlijk weinig schrik voor. Natuurlijk, ja, het is een sport waar dat we toch wel met technische problemen kunnen kampen hebben. En dat mag je natuurlijk ook niet uitsluiten. Dus, en vooral ook het feit dat we met Mathieu van der Poel hebben, met Mathieu van der Poel te doen hebben, is zo, zeker ook al niet te vergeten. Maar ik maak me daar eigenlijk weinig zorgen over, ja. Nico? Sven, je hebt het parcours al een paar keer gezien en bezocht. Is het quasi identiek aan dat van het PK? Of is het zand lijkt mij toch iets anders. Heeft dat een invloed? Ja, dus de sectie op de hippodrome is eigenlijk een kopie mag je zijn van het Belgisch kampioenschap geweest daar. Enkel het strand heeft eigenlijk wel een aantal aanpassingen gekend die eigenlijk alleen maar positief zijn, vind ik. Positief in die zin dat het ook voor alle internationale renners eerlijker is, zal ik het zo schetsen. Het is wel in ons nadeel wat dat betreft bijvoorbeeld de kansen voor Wout van Aert, omdat Wout, als we terugdenken aan het BK bij de elites, die looppassages, die lange, lange, zware looppassages, daar is Wout als die van de beste in. Dus dat valt nu wel voor een stuk weg. Maar het is gewoon, ja, ik vind het een mooi, eerlijk parcours. Het is natuurlijk een klein beetje Vlaams getint door de zandpassages, wat uiteraard altijd wel in ons voordeel pleit. Maar er zijn weinig veranderingen in. Het zijn ook geen technische passages in het zand. Het is allemaal wel vrijwel recht toe, recht aan. Dus het gaat vooral op de power zijn. Gewoon één spoor power hebben en die zandstukken overleven. Dus er komt eigenlijk weinig techniciteit bij pas. Van dan pas, ja. Renaat? Oké. Ik heb geen vraag meer te stellen, hoor. Mijn camera is ook uit, want ik zit hier in mijn onderbroek. Gelukkig maar dan. Zijn er nog vragen? Niemand meer? Zijn er nog vragen voor de voorzitter, voor Tom van Damme? Nee? Dan houden we het hiervoor bekeken. Bedankt voor jullie belangstelling en tot binnenkort.